kreeg ik vaak de vraag of ik wat uitleg wilde geven over de motoren die wij gebruiken. Nou, hier op het bureau hebben we sowieso een lichte motor zoals hier en een zware motor als daar. Zo noemen wij dat. Daar ga ik nu even wat over uitleggen. Over de licht heb ik vorige keer in mijn andere vlog wat uitgelegd. Dus die zal ik nu even wat minder doen. En die zware die nemen we even mee. Dit zijn de motoren die we vaak gebruiken. We hebben een lichte versie. Dat is de BMW 650F van ons bureau. En de zware motor, de BMW 1200 RT. Beide zijn wat oud model, zie ik wel een beetje een opbouw. De nieuwe motoren hebben al iets andere opbouw erop. En zeker de lichte versie, als het goed is, tegenwoordig de 600, nee, de 700F. Nou, dit is een beetje het zicht wat de motorrijder heeft als het de motor zit. Sowieso als alle andere motoren is eigenlijk de basis natuurlijk hetzelfde. In het midden hebben we weer de mop, daarmee kunnen we dingen kanalen bedienen en met de meldkamer praten en dan kunnen we schakelen naar andere kanalen. Nou, links hebben we net zoals in de auto, dit is nog wel een oudere versie, navigatiesystemen ook waar de meldingen op binnenkomen. We kunnen ook klikken, bovenin komt zeg maar de TomTom, die koppelt zich aan de melding. En hier komen de meldingen van de meldkamer. Nou, links op het stuur heb je in ieder geval de stopborden voor zowel achter als voor, de S van stop. En de V van volgen en de S van stop aan de achterzijde. Nou, rechts hebben we dan het knopje voor het gele amber dat achterop zit. En onderop voor het blauwe zwaarlicht die er aangaat. En als het blauwe zwaar er aan staat, kunnen we ook nog de sirene later aanzetten. In principe gaat eerst het blauw aan en later kunnen we de sirene erbij zetten als het nodig is. Die dienen voor het windschermpje voor, de seinen met licht, toeten, knipperlicht. Er zit handvatverwarming op meerdere standen, dat is wel handig voor in de winter. We kunnen eventueel het licht van de motor nog uitschakelen op deze en een extra mistlamp achteraan doen. Dit gebruik ik nog wel eens in de nacht, ja, dat je niet gelijk zo'n lichtbundel in de straat hebt. Verder als er dingen aanstaan, dan hier nog wat controlelampjes branden voorop. Nou, voor de rest is deze max van ongeveer 220 km/u, dan houdt hij wel een beetje op. En wat we nog hebben is een lampje hier binnen de nacht als we iets moeten schrijven en wat licht erbij. Nou, verder hebben we achterop twee koffers. Eentje is leeg, die andere is gevuld met wat basisdingen. Traumabeertje, schrijfblok voor incidenten en dergelijke. Een eerste hulpkit en een pocketmast voor reanimatie. Ja, de andere zijde is leeg, daar kunnen we eventueel nog onze eigen spullen meenemen, zoals de jas en dingetjes. Nou, de lichte motor hebben we vorige keer al grotendeels gehad in de vlog. Moet ik zo nog even een kleine uitleg geven. Nou, hier is ook weer het vooraanzicht van de motor. Ook met de mop. In ieder geval zonder navigatie en meldingsschermpje. En de zware motor, de bediening voor de verlichting en de stopborden zitten hier. En het stopbord voor achter of voor, sorry. En ook de sirene kunnen we hier apart aanzetten. Hier zit een drukknop. Daarmee kunnen we in ieder geval praten in de meldkamer zonder dat we het stuur hoeven los te laten. Ook deze motor is weer voorzien van handverwarming. En hier de top is ongeveer 190. Alleen op die lichte motor is dat vaak wel een beetje een windvangetje. Ik heb ook nog een aantal scooters op het bureau. Het is gewoon een normale scooter. Met politielogo erop. En die heeft verder ook geen toets voor bellen of andere zaken. Laten zien van de motoren die we bureau hebben. Nogmaals, zijn wat oudere modellen. Je krijgt binnenkort, als het goed is, de nieuwe. Die zijn wat anders opgebouwd, zitten iets meer opties op. Dan kun je de lamp wat minder of meer verdelen, zeg maar, aan en uit. En ja, ziet er wel weer wat nieuwer uit, zeg maar.